Waarschuwing! In de afleveringen van 20 jaar Wie is de Mol zitten spoilers over het verloop van de seizoenen. Dag maloten, welkom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In seizoen 11 van De Mol in België hebben we kunnen zien dat ze naar Arizona gingen in de Verenigde Staten. Maar Wie is de Mol is ook een keer in de Verenigde Staten geweest, namelijk in de staat Oregon. Daar speelde het 17e seizoen van Wie is de Mol af. Ik vond het persoonlijk een heel erg leuk seizoen en had met een aantal punten te maken. Allereerst gaan we zien dat er heel veel opdrachten zijn binnen een aflevering die met elkaar te maken hebben. Dus de uitslag van de ene opdracht heeft weer invloed op hetgene wat daarna gaat gebeuren in de aflevering. En dat zien we bij een aantal afleveringen in dit seizoen. Verder een verdubbeling van de pot, maar ook een halvering van de pot. En heel knap, de mol van dit seizoen weet onder de radar te blijven tot het einde van de 7e aflevering. Nou, wie was de mol en wie waren de overige kandidaten? Laten we die eerst even doornemen. We beginnen met choreograaf en danser Vincent Vianen, voormalig presentatrice en tegenwoordig Juice koningin Yvonne Kolderweijder. Auteur en journalist Roos Schikker moest als derde het spel verlaten. Daarna Sigrid ten Apel, Nederlands actrice in onder andere Penosa. Mol in het jubileumseizoen, maar als kandidaat viel radio-dj Jeroen als vijfde kandidaat af. Emanuelle zette een vrijstelling in aflevering 6, maar in aflevering 7 moest ze alsnog het spel verlaten. In het zicht van de havenstranden deed wetenschapsjournalist Diederik Jekel. Verliezend finalist van dit seizoen bleek Jochem van Gelder, die net zo goed de mol geweest had kunnen zijn. Sanne Wallis de Vries is de winnares van dit seizoen en de mol is acteur Thomas Kammaert. Ik zei het daarnet al even in de intro, heel veel opdrachten in een aflevering hebben met elkaar te maken. En het begint eigenlijk al goed bij de eerste aflevering. In de eerste opdracht Game On moeten de kandidaten op zoek gaan naar een kaartje in een donker bos. En dat kan ze zomaar eens een voorsprong opleveren. Dit is de start van een zware afvalrace. Hier en nu begint de jacht op de mol. In het bos daar zijn 4 tickets te vinden voor een helikopter. Die vertrekt straks en vliegt rechtstreeks naar Portland. En het is meteen ook de snelste weg naar een vrijstelling. De andere 6 die niet in de helikopter zitten, beginnen met een mega achterstand. Maar wie weet maken zij van hardlopers doodlopers. En dus gaan de kandidaten driftig op zoek naar een kaartje met een helikopter erop. Na enig speuren blijken de gelukkigen Vincent, Roos, Jeroen en Mol Thomas te zijn. De overige kandidaten beginnen dus met een mega achterstand. Sanne, Diederik en Emanuelle belanden in het eerste busje en zetten de achtervolging in. Een tweede busje volgt met daarin Jochem, Sigrid en Yvonne. In de busjes ligt een envelop met een opdracht. Ze moeten in Portland binnen een uur 5 waardevolle enveloppen verzamelen. De namen van de locaties en de bijbehorende bedragen zijn aangegeven. Zo kunnen ze 1000, 750, 500 en 250 euro verdienen. De waarde van een laatste envelop is een vraagteken. En uiteraard barst de discussie los. Wat zal erin zitten? Maar nu had ik wel verwacht dat er iets kwam. Of Art die komt van jullie hebben jokers of zoiets. Maar er kwam gewoon helemaal niks. Alle 5e enveloppen worden vervolgens op de locaties gevonden. Het snelle team in de helikopter landt bovenop het dak in Portland en daar vinden ze de volgende instructie. Ze moeten met een verrekijker de volgende locatie en het bijbehorende wachtwoord zoeken. Keep Portland weird. Ja, met dat mollogo erbij, dat moest wel het wachtwoord zijn natuurlijk. Nadat ze het wachtwoord hebben gevonden, gaan ze naar de Hawthorne Bridge en mogen ze de brug op. En op het hoogste punt kunnen ze precies bij een sleuteltje. Deze hoort bij een kistje en daarin zitten 4 vrijstellingen voor aflevering 1. Ja, of deze 4 kandidaten hun vrijstelling mogen houden, dat moet nog maar blijken in de opdracht die hierna volgt. Al bij het ontbijt worden de 4 kandidaten met een vrijstelling in een busje naar de locatie van de tweede opdracht gebracht. Bioscoop Bagdad. Art interviewt elk van de 4 afzonderlijk en doet hen een aanbod. Zij mogen de vrijstelling ruilen voor een groepsvrijstelling, maar die wordt alleen verdiend als ze alle 4 op het aanbod ingaan.
Ze weten echter niet dat de andere 6 kandidaten in de bioscoopzaal op groot scherm met het interview meekijken. Roos en Thomas zijn aan het twijfelen. Vincent en Jeroen daarentegen lijken geen moment te twijfelen. Ben je bereid jouw vrijstelling in te leveren? Nee. En zonder blikken of blozen besluiten zij direct om voor zichzelf te kiezen. Voordat Art de vraag stelde, wil je je vrijstelling inleveren, was het al gewoon nee. Maar wil je dat? Nee. Nou, je zou even... Nee. Vervolgens krijgen de 6 bioscoopbezoekers de kans om het spel te beïnvloeden. Zij mogen dankzij het vraagteken de voorstelling zien, maar hebben ook het recht om 1 vrijstelling ongeldig te maken. Ze weten op dat moment nog niet wat de 4 kandidaten besloten hebben. Ze gokken dat Vincent de test het slechtst maakt en stemmen op hem, om hun eigen kansen te vergroten. Die middag nog is de eerste test en executie. En zoals voorspeld door de anderen, geen groepsvrijstelling en een rood scherm voor Vincent. Gaan we dan door met de 2e aflevering. Gelijk een hele spannende opdracht waarbij kandidaten ontvoerd worden. Ik heb hier een Wie is de Mol short van gemaakt. Een uitlegvideo waarbij ik een opdracht in 1 minuut uitleg. Klik daarvoor eventjes de i rechtsboven in beeld aan. Maar misschien is het toch even handig om het kort even samen te vatten wat er gebeurde in die opdracht. Want je weet het inmiddels, hetgene wat in deze opdracht gebeurt, heeft ook weer invloed op wat er in de rest van de 2e aflevering gaat gebeuren. Kandidaten zijn namelijk in de papierfabriek een opdracht aan het doen in duo's. Maar om die opdracht succesvol te behalen, moeten ze een redelijke afstand van elkaar gescheiden zijn. Ze kunnen elkaar dus eventjes tijdelijk niet zien. En dan worden er opeens 3 kandidaten ontvoerd en die keren pas later in de aflevering weer terug. Jochem voor Roos, waar ben je? Over. Ja, die desbetreffende opdracht waar de kandidaten ontvoerd worden, wordt afgerond. Art vertelde gewoon, je hebt €450 gewonnen. Tot later. Waar is Diederik dan nu? En waar is Jeroen? Dan gaan we weer. Er zijn weer een aantal gasten weg en we weten niet waarheen. Als je elkaar niet ziet, weet je niet wat ze meemaken. En je weet ook niet of ze straks de waarheid gaan vertellen over wat ze meemaken. En zonder ook nog maar iets te weten, gaan de overige kandidaten gewoon een opdracht uitvoeren. Die avond gaan ze namelijk lasergamen in een verlaten pretpark. Een pretpark in het donker? Helemaal verlicht met gekleurde lampjes? Het pretpark wordt bewaakt door 3 Triggy Happy bewakers. De kandidaten moeten de attracties bereiken zonder geraakt te worden en illegaal een ritje maken om geld te verdienen. In elk van de 8 attracties zijn ze veilig, maar elke attractie mag maar 1 keer bezocht worden. Ze krijgen allemaal een portofoon mee. Jochem gaat als eerste en rent direct ver het attractiepark in. Achter in het park ontdekt hij de eerste rode puntjes. Dan wordt hij slechter verstaanbaar door de portofoon. Is hij geraakt of verdwenen? Hij blijkt druk bezig te zijn in een ritje in een donkere achtbaan. Daarna moet hij nog veilig terug zien te komen, maar dat mislukt en daarmee is er ook €500 verloren gegaan. Sanne is de volgende. Zij is als de dood voor attracties waar je misselijk van wordt. Maar laat toch de draaimolen van €250 links liggen en kiest voor de Screaming Eagle. Er komen allerlei rare geluiden vanuit haar tenen, maar ze houdt zich groot en rent als een gek terug naar het startpunt. Er is €500 verdiend. Emanuelle is de volgende. Zij begint als een gek op de bewakers te schieten. Ik dood, jij dood. En laat de kakak nog een keer. En rent naar de draaimolen. Na het ritje denkt ze in een oorlog terecht te zijn gekomen en verstopt zich achter een bloembak. Met een prullenbak sleept ze zich richting het startpunt, voor volk en vaderland. Ze maakt een eindsprint en verdient €500. Thomas gaat als 4e op pad en kiest voor €250. Hij komt kotsmisselijk uit een wazig reuzenrad met bakjes die over de kop kantelen. Maar ook hij komt veilig terug aan bij het begin. Sigrid gaat in een soort van wasmachine en wordt daarna al snel geraakt. Hiermee gaat €750 verloren. En tenslotte gaat Yvonne op pad, maar zij wordt al geraakt voordat ze de eerste attractie bereikt. In totaal is er €1250 verdiend door Sanne, Emanuelle en Thomas. Ja, inmiddels is de groep toch wel erg nieuwsgierig naar waar die overige 3 kandidaten gebleven zijn. Nou, in de volgende opdracht, de laatste opdracht van de 2e aflevering, komen ze daar eindelijk achter. Bij het Solmon Courthuis worden de 6 kandidaten herenigd met de 3 verdachten, Jeroen, Roos en Diederik. Om de beurt moeten zij hun verhaal doen over de afgelopen 24 uur. Wat hebben ze meegemaakt? Art ondervraagt hen stuk voor stuk en dan moet de 6-koppige jury een keuze gaan maken.
Een van de drie liegt namelijk. En wordt hij ontmaskerd, dan verdient de groep 1000 euro voor de pot. Veroordelen zij de verkeerde, dan wordt er niets verdiend en krijgt de leugenaar een vrijstelling. Jeroen verklaart als eerste dat hij een Elvis optreden heeft gehouden in een kleine bar. Roos is de volgende en zij zou te horen hebben gekregen dat ze naar Las Vegas zou vliegen. En daar wilde ze met Elvis op de foto. Ten slotte vertelt Diederik dat hij naar een vulkanisch park ging om dieren te spotten. 6 van de meest schattige kleine bevertjes. Dan is het aan de jury om te gaan stemmen. Sanne kiest als enige voor Jeroen. Roos krijgt 3 stemmen en Diederik 2. De verdachten worden weer binnengeroepen door Art en hij spreekt het vonnis uit. Wij de jury verklaren hierbij verdachte Jekel niet schuldig. Ik heb de hele dag op een hotelkamer gezeten. Ik ben de leugenaar. En dus blijft de pot gelijk en wint Diederik een vrijstelling. Uit de 3e aflevering heb ik een opdracht gepakt die heette Zandlopers. Een erg leuke opdracht waarbij mol Thomas aan het mollen is, maar Jochem, de schaduwmol, is ook wel erg lekker bezig door een biljet te pakken die hij eigenlijk niet had moeten pakken. We gaan er gewoon even naar kijken. De groep ontmoet Art op het strand voor een estafette. De kandidaten bepalen zelf of zij rechtstreeks naar de finish lopen of via een aantal zijpaden waar meer geld te verdienen valt. Diederik wordt de coach die vanaf een afstand de voortgang en de klok in de gaten houdt. Als de laatste loper te laat binnen is, wordt er niets verdiend en incomplete geldbiljetten veranderen in mingeld. De klok telt af vanaf 15 minuten. De kandidaten staan al opgesteld op hun eigen plek op de route. De blauwe paaltjes wijzen de kortste route aan naar het eindpunt. De oranje paaltjes geven de richting aan van het bonusgeld dat zich op rode paaltjes bevindt. En laat daar nou juist iets verkeerd gaan. Want na Jeroen, Roos, Sigrid, Sanne en Emanuelle is Jochem aan de beurt. Terwijl Jochem bezig is, beseft Sigrid zich dat de oranje paaltjes slechts de richting aangeven. Die 2 kartonnetjes die Roos mij hebben gegeven, die betekenen helemaal niks. Dat zijn verwijzingen naar waar je de halve 500 zou kunnen vinden. Niemand lijkt te beseffen dat ze die nooit meer compleet kunnen maken. Nee, je moet dat karton niet meenemen. Hij meldt zelf wel dat hij 2 halve duizendjes heeft. Pas als hij het stokje aan Thomas doorgeeft, beseft hij dat er iets niet klopt. Iets klopt niet. Er klopt iets niet. Vervolgens staat de mol op de juiste molpositie achteraan. Met de meeste afstand tussen coach Diederik. Je kan haar ongezien geldbiljetten laten liggen of verstoppen. Ik kon hier en daar een biljetje laten liggen. Nadat de estafette voorbij is, telt Art het geld. 1130 euro. Maar Art heeft het halve briefje van 1000 euro gezien. Wat dus min geld wordt. En dat betekent dat er slechts 130 euro aan de pot wordt toegevoegd. Ja, en je begrijpt nu natuurlijk ook wel waarom Jochem de rest van het seizoen steeds meer verdachter wordt door dit soort toch wel bizarre acties. En toen was papa het haasje. Want iedereen had om een of andere reden in de gaten dat het dat kon niet anders. Dat moest bij mij fout gelopen zijn. Maar voor de duidelijkheid, hij is dus niet de mol. Hij is gewoon onhandig. Gaan we door naar de 4e aflevering. Ook daar gebeurde weer van alles. Allereerst kunnen de kandidaten namelijk gevangen worden door 2 ruiters. Of moet ik eerder cowboys zeggen. De opdracht wordt gespeeld op een groot grasveld waarbij allerlei hooibalen liggen. In het veld zijn 6 lasso's te vinden. Per persoon mogen ze 1 lasso meenemen die 250 euro oplevert voor de pot. Als je de overkant haalt tenminste. Een cowboy of cowgirl probeert de kandidaten tegen te houden door hen te vangen met een lasso. Als dat gebeurt, lig je uit het spel en wordt je lasso teruggelegd. De kandidaten gaan 1 voor 1 het veld in, maar de 7e kandidaat heeft een extra verantwoordelijkheid. Die kan het tot dan toe verdiende geld verdubbelen als hij de verdiende lasso's meeneemt naar de overkant. Jeroen begint en hij rent direct naar een plek waar hij veilig is en niet gevangen mag worden. Hij pakt 1 van de laatste lasso's en rent zonder gepakt te worden op het nippertje naar de finish. Sigrid gaat als 2e en de cowgirl komt achter haar aan. Ze overweegt om direct naar het einde te rennen met een lasso, maar dat mislukt. Jochem gaat naar haar en hij lijkt vooral aan psychologische oorlogvoering te doen door constant rondjes te lopen bij het eerste veilige punt. Maar dan valt hij en wordt hij om zijn voet gevangen door een lasso. Sanne mag als 4e en in tegenstelling tot Jochem besluit zij daarna zonder te stoppen direct naar de finish te rennen. En dat leidt inderdaad tot meer succes. Diederik heeft iets meer tijd nodig, maar ook hij haalt zonder grote uitdaging het einde. Emanuelle zit vol met grapjes, maar trekt intussen een gigantische sprint naar het einde en komt veilig binnen. Tot slot is Thomas aan de beurt. Thomas neemt 2 van de 4 lasso's mee, goed voor 1000 euro,
Maar de mol laat het aankomen op een fotofinish en wordt net op tijd gevangen. Thomas heeft het op het nippertje niet gehaald. Er wordt in totaal dus 500 euro verdiend en niet 1500 euro. Dankzij de mol. Ja, en dat er veel geld uit de pot verdwijnt, dat zien we ook in de vierde aflevering bij de volgende opdracht. Art ontmoet de kandidaten omstebeurt voor een gewetensvraag. Hoeveel geld zouden ze over hebben voor 3 jokers? Het gemiddelde genoemde bedrag is 1300 euro. Aan penningmeester Jeroen de taak om de pot te beschermen. Er gaat een veiling volgen van 3 losse jokers en alle kandidaten bieden met geld uit de pot. De eerste 1300 euro zijn gratis, maar als ze meer bieden, wordt het verrekend met de pot. Jeroen mag de pot verzekeren, maar besluit slechts tot 1500 euro te verzekeren. Een fout die hem duur komt te staan, zo blijkt. Want de koeveiling begint en er komen 3 koeien met elk een joker om hun nek. Imanuel begint heel enthousiast te bieden en binnen 20 seconden zitten ze al boven de 1300 euro. Diederik en Sanne zitten zich intussen op te vreten, maar Diederik begint toch mee te bieden en pakt voor 2700 euro de eerste joker. Hoeveel is het? 2700 euro gewonnen? Ja, wat denk je? Sanne heeft dan ook geen zin meer om zich in te houden en pakt de tweede joker voor 2000 euro. Een soort meevaller vergeleken de eerste. 2000 euro voor een joker. De derde joker komt binnen en nu gaat iedereen los. Mol Thomas weet slim de bieding op gang te houden, maar ook Jochem krijgt een blinde vlek en biedt volop mee. De laatste joker wordt voor een bedrag van 3500 euro verdiend door Jochem. Ik had dit niet verwacht eigenlijk. Ik vind dit wel heel ver gaan. De eindafrekening, de pot verliest in totaal 8200 euro en zakt terug naar een waarde van 1280 euro. Met een zeer minimalistische pot gaan ze door naar de vijfde aflevering, de Oregon Trail. Ook weer een aflevering dat weer bestaat uit één geheel. De groep gaat een avontuurlijke tocht maken langs een historische route. De Oregon Trail is ruim 3200 kilometer lang en werd gebruikt om van het oosten naar het westen van de Verenigde Staten te reizen. Op zoek naar een beter bestaan. Met huifkarren gaat de groep 16 kilometer afleggen en heeft daarvoor tot 1:30 de volgende middag. Onderweg zijn opdrachten te vinden waarmee geld te verdienen valt voor de pot. De duo's zijn gemaakt en even later arriveert de groep bij een veld waarop beweegbare schietschijven zijn opgesteld. Ook zijn er geweren die op hen wachten. Iedereen krijgt 20 kogels en elk schot in de roos is 100 euro waard voor de pot. Hier lijkt niemand nog ervaring mee te hebben, maar zelfs pacifist Sanne lijkt dit leuk te vinden. Ik weet het niet hoe ik het gedaan heb. Ik heb geen idee. We hebben nog geen uitslag gekregen. Maar goed, naar aanleiding van mijn ervaringen bij de veiling, ga ik ook niet heel hoog inzetten op deze groep. Na de opdracht wisselen de stellen en dan moeten ze nog een stuk rijden. Ze besluiten op een gegeven moment om zich klaar te maken voor de overnachting. In de wagens blijkt van alles te vinden. Toiletpapier, eten, slaapzakken, luchtbedden, kooltjes voor het vuur, maar geen tenten. Dan komt er een cowboy aan met post en iedereen kiest een envelop en leest de inhoud afzonderlijk van elkaar. Sanne en Jeroen lezen dat er morgen een joker aan de rechterkant van het pad zal liggen. Wie deze onopgemerkt kan pakken, mag hem houden. Imanuelle en Diederik moeten aan de linkerkant zoeken. Thomas leest dat hij 2 jokers kan verdienen als hij die zelf maakt met een andere kandidaat die dezelfde brief heeft ontvangen. Jochem blijkt de andere kandidaat te zijn. Zij moeten op zoek naar een jutezak met de tekst Tools erop. Als na een kwartier stilte bijna iedereen slaapt, haalt Thomas het brandijzer uit zijn slaapzak en maakt Jochem wakker. Ze stoken in volledige stilte het vuur verder op en brandmerken de houten schijfjes die ze gevonden hebben. Het worden schitterende jokers, maar als ze terugkruipen merken ze dat Diederik rechtop in bed zit. In de 10e aflevering legt Diederik uit dat hij niets gezien heeft en gewoon aan het slapen was. Tijdens de 2e dag van de tocht komt de groep Art tegen in een weide langs het pad. Er staan maar liefst 130 oude posters met de hele rodeo-geschiedenis erop. Diederik wordt op Arts verzoek gewezen als de man met het gave van het woord. Hij krijgt een eigen walkie-talkie en moet meekomen. Het is de bedoeling dat Diederik 10 duplicaten van de posters bekijkt en deze omschrijft voor de andere kandidaten. Achter op die poster zit een envelop met een stukje van een 11e poster. En als alle stukjes verzameld zijn door de groep, moet Diederik op hun aanwijzing de grote poster vinden. En Diederik blijkt erg goed in het omschrijven van de posters. Iedereen kan de posters vinden, behalve Jochem. Hij pakt een willekeurige andere envelop. En met goed teamwork weet Diederik de 11e poster te vinden, wat 2000 euro oplevert. Hiermee is ook meteen het einde van de Oregon Trail.
Helaas voor de kandidaten, aan de kanten van de weg zijn geen jokers meer gevonden. En Art vertelt dat er bij de schietopdracht van gisteren €600 verdiend is. Ja, niet in iedere opdracht valt even goed te mollen, dat zien we ook in de 6e aflevering. Er is namelijk een kleine opdracht, een relatief kleine opdracht, dat de maaiopdracht heet. Ja, en hoe de groep het hier wint van de mol, dat zie je in de short die je nu rechtsboven in beeld kunt aanklikken. Dan staat er iets belangrijks op het spel, want voor de volgende opdracht valt een privilege te verdienen. Degene die namelijk het meeste geld opbrengt bij deze opdracht is vrijgesloten van de eliminatie, of ja, in die tijd heette het nog executie, en mag twee andere kandidaten ook uitsluiten. Bij een grote rodeo show lopen 8 bezoekers met een portofoon rond. Elk van hen is een bepaald uniek bedrag waard tussen de 0 en €1000, dat genoemd staat op een button op hun borst. Als de kandidaat zo'n bezoeker vindt, mag de portofoon gebruikt worden om het bedrag veilig te stellen bij Art. Alleen de eerste 4 bedragen worden gehonoreerd. Daarna stopt het spel. Zeker voor de mannen is het vrij gênant om bij het vrouwelijk publiek voorzichtig te controleren op de badges, maar Jochem laat zich daardoor niet tegenhouden. Diederik vindt het eigenlijk sowieso al vervelend om zoveel onbekende mannen en vrouwen lastig te vallen. Art wordt als eerste gebeld door Emanuelle. Achter op een tribune vindt zij een man die €10 waard is. Ze kiest er blijkbaar voor om een heel klein bedrag te pakken. Thomas arriveert als tweede bij dezelfde man met €10. Maar hij besluit dit bedrag te laten liggen. Sanne komt als derde bij hem en probeert het bedrag wel te pakken. Maar Art vindt het niet oké. De bedragen moeten uniek zijn. Thomas loopt intussen het meisje met €750 letterlijk tegen het lijf. Maar gaat dit hoge bedrag uiteraard niet doorgeven. Wat ik ook doe, iedereen weigert mij als mol te zien. Kijk. 750. Ga ik niet doen. No, thank you. Doei. Besluit ik het openbaar met haar een praatje te maken, waarbij ik duidelijk maak dat ik echt niet zoveel geld in de pot ga stoppen. Wel pakt hij de €100 mee. Emanuelle vindt een soort VIP-terrein achter een hek en besluit daar brutaal naar binnen te wandelen. En daar vindt ze maar liefst €500 en vervolgens vindt ze nog iemand met €20. Terwijl Jochem ook de €750 tegemoet komt. Ik heb je gehoord, maar helaas, je bent te laat. Er zijn al 4 bedragen veiliggesteld. De opdracht is bij deze over. Emanuelle is degene die de grootste bijdrage van €520 levert. En in totaal wordt er €630 verdiend. Ja, en in een groep met nog maar 5 personen zullen dus maar 2 kandidaten hun scherm te zien krijgen. En die kan zomaar eens rood zijn. Bij de executie zit Emanuelle veilig. Maar ze mag dus ook 2 kandidaten aanwijzen. Jochem. Gefeliciteerd. Door naar de volgende aflevering. Dankjewel. Wie krijgt nog meer zijn scherm niet te zien? Diederik. Dank. Tweede die net iets anders bij zitten, Thomas en Sanne. Jullie krijgen dus je scherm wel te zien. Thomas. Jij bent door. Gefeliciteerd. En nu Sanne nog. Ja, iedereen een groen scherm en dus met 5 kandidaten door naar aflevering 7. De volgende opdracht heet eterdiscipline en dat zegt eigenlijk wel genoeg. Want het portoverkeer in deze opdracht is ook weer dramatisch. Iedereen zal op een andere plek gedropt worden op de Mackenzie Pass. Een maanlandschap van uitgestrekte lavavelden. Iedereen krijgt 5 vragen die alleen door de anderen beantwoord kunnen worden. Ook krijgt elk van hen 2 portofoons. 1 om door te praten en 1 om door te luisteren. Met een beetje eterdiscipline moeten ze binnen een kwartier alle vragen kunnen beantwoorden. Alleen vragen die via de portofoon doorgegeven worden en beantwoord zijn, leveren €100 per stuk op. Thomas stelt zijn eerste vraag. Wat ligt er onder het bed van Jochem? Maar deze vraag is bij Emanuelle te horen. Zij praat terug tegen Thomas, maar alleen Diederik lijkt haar te horen. Vervolgens is Diederik dan weer bij Sanne te horen. Diederik probeert de lijn zo lang mogelijk bezet te houden, zodat iedereen uiteindelijk luistert. Maar beseft dat niet elke portofoon met elkaar in verbinding staat. Iedere portofoon is namelijk maar met slechts 1 andere portofoon in verbinding. En er is er natuurlijk ook nog een mol in het midden die de cirkel wil doorbreken. Jochem voor Emanuelle, hoor je mij? Natuurlijk heb ik deze opdracht al lang door. Oh ja. Wanneer ze het eenmaal doorhebben, worden er steeds meer vragen en vragen toegevoegd. Ook antwoorden worden gegeven en uiteindelijk vliegen de antwoorden en vragen door elkaar heen. Van de 25 vragen zijn er 8 beantwoord. Geen idee waar de rest is blijven steken. Ja, bij de volgende opdracht krijgt Sanne eindelijk door dat Thomas de mol is. De kandidaten moeten namelijk zelf gaan paardrijden en op ballonnen gaan schieten. Bij een manege daagt Art de kandidaten uit. Wie als eerste te paard een rondje aflegt, mag daarna bij de rest van de opdracht beginnen.
Sanne bijt het spits af met een rondje van 59 seconden. Jochem komt daarna. Diederik is als derde, Immanuelle als vierde en Thomas als vijfde. Dan is het tijd voor de echte opdracht. Cowboy Mountain Shooting. Wereldkampioen Dan gaat het voordoen. In een angstaanjagend tempo rijdt hij hetzelfde rondje en schiet hij intussen 10 ballonnen van een pion af. Elke kandidaat gaat het rondje weer afleggen en verdient 100 euro voor elke kapotgeschoten ballon. Tenminste, als ze het rondje afleggen binnen de tijd die ze vlak daarvoor hebben neergezet. Mol Thomas was de snelste en moet dus als eerste. Hij keert halverwege om nadat de kandidaten al meermaals geroepen hebben dat hij halverwege zijn tijd zit. Maar hij komt net te laat binnen en vertelt dat hij dankzij zijn oordoppen niets heeft kunnen horen. Diederik schiet 1 ballon af. Jochem schiet 3 ballonnen en heeft zelfs nog de helft van zijn tijd over. Immanuelle heeft ook veel tijd over en schiet 2 ballonnen stuk. En Sanne schiet er maar liefst 5 stuk. In totaal wordt er 1100 euro verdiend voor de pot. Sanne verdenkt vanaf nu Thomas voor het eerst als mol. Zij had ook oordoppen in en kon de andere kandidaten prima verstaan. Maar waarom Thomas dan niet? In aflevering 8 zijn er nog 4 kandidaten over en met 3 kan maar de finale gespeeld worden. Er moet er dus nog eentje afvallen. Nou, jezelf verzekeren van een plek in de finale, dat doe je door de finale vrijstelling. Wie van deze 4 kandidaten krijgt hem in handen? De laatste opdracht voor de finale is één van de belangrijkste. Er staat een vrijstelling op het spel. Elke speler wordt geblinddoekt naar een plek in het veld gebracht waarin ook de molvlag staat. Wie als eerste ongezien de vlag bereikt, wint de vrijstelling. Maar als een andere kandidaat je ziet en jouw naam en kleur doorgeeft aan Art, lig je uit het spel. Net als wanneer je zelf een foute combinatie doorgeeft. Het wordt een spel van geduld, want wie als eerste begint te lopen, loopt daarmee ook het meeste risico. Jochem weet als eerste een rood hesje te spotten, maar twijfelt over de persoon. Ook Sanne is begonnen met tijgeren. Zij legt bijna de gehele afstand af, maar als ze nog maar 5 meter te gaan heeft... Sanne, blauw. En verliest ze als eerste haar kans op een vrijstelling. Maar daardoor weet Jochem ook dat de slanke, rode persoon Thomas moet zijn en grijpt hij zijn kans. Hij weet daarna ook dat Diederik aan zijn rechterkant moet zitten. En terwijl hij richting de vlag kruipt, ziet hij zijn laatste tegenstander. Maar Diederik heeft ook Jochem gezien. Jochem is echter net iets eerder en geeft de kleur groen door van Diederik. Diederik groen. Diederik, jij ligt uit het spel. Ga je vrijstelling maar halen, Jochem. En hiermee is Jochem de eerste finalist van dit seizoen. Thomas, Sanne en Jochem zijn de finalisten van dit seizoen. En voor een laatste opdracht kan de pot zomaar eens verdubbeld worden. Dat is nog nooit eerder gebeurd in Wie is de Mol? En dus wil de mol dat zeker voorkomen. Maar lukt dat wel? De laatste opdracht is in vergelijking met de eerste opdracht. Ze zijn in een schitterend bos. De pot had op 56.850 euro kunnen staan, dus de 12.160 euro is niet heel indrukwekkend. Maar ze krijgen de kans om de pot te verdubbelen. In het bos hangen kaartjes met de opdrachten die gedaan zijn en de bedragen die daarbij zijn verdiend. Maar ook losse bedragen. Door de juiste bomen te verbinden, moeten ze in totaal 12.160 euro samenstellen. Dan mag er aan een tanagrampuzzel begonnen worden en wie die als eerste af heeft, verdubbelt de pot. Tenminste, als dat de winnaar van het seizoen blijkt te zijn. Jochem denkt rustig te moeten beginnen, maar het afrollen van zijn touw schiet niet op. En wanneer het ook nog in de knoop komt, beseft hij dat hij er niet goed voor staat. Thomas begint eerst 160 euro te zoeken, zodat hij een rond bedrag overhoudt. Terwijl Sanne begint met de hoge bedragen te verzamelen. Ja, en het hoofdrekenen blijkt een flinke ramp voor alle kandidaten. Sanne denkt als eerste de 12.160 euro verzameld te hebben en Art bevestigt dat. Thomas denkt als volgende klaar te zijn met de touwen, maar krijgt te horen dat zijn totaalbedrag fout is. Hij moet dus weer alles controleren. En Jochem begint uit pure wanhoop te rekenen in het zand. Na een tijdje gokt Thomas dat hij klaar is en gaat naar Art toe. Hij geeft hem gelijk en ook hij kan dus beginnen aan de puzzel. Jochem komt ook bij hen, maar heeft niet het juiste bedrag verzameld. Dan roept Sanne Art wanneer haar vierkant af is. Maar Art heeft nog een verrassing voor haar. Een extra vierkantje dat samen met de eerdere delen weer een vierkant moet vormen. En hoewel Thomas het eerste deel ook heeft opgelost, lukt het Sanne om als eerste het grotere vierkant compleet te maken. Met een pot van 24.320 euro is Sanne de winnares van dit seizoen. Ja, en Mol Thomas kon dus niet voorkomen dat bij die laatste opdracht de pot verdubbeld werd. Ja, tot zijn grote ergernis uiteraard. En ook wij kijkers konden al vanaf de bank weten wie de mol was, dankzij de verborgen aanwijzingen.
In de Leader had de mol duidelijk twee gezichten. Hij speelde een dubbelrol als perfecte kandidaat en als mol. De afleveringstitels verwijzen als vanouds naar de mol. Aflevering 4 heeft de titel Meer dan normaal. De mol had meer lasso's dan de andere kandidaten. Tijdens de Oregon Trail in aflevering 5 had de mol de teugels in handen door envelop 2 achter te houden bij het kampvuur. Steeds maar weer kwamen er tweeën, dubbele getallen en spiegels terug in de afleveringen. De naam Thomas betekent in het Aramees tweeling. Op de verlaten kermis in aflevering 2 riep Thomas in de kermisattractie een verwijzing naar zijn identiteit. Tevens waren bij de waslijnen in de papierfabriek de woorden halverwege en mol te zien. Thomas is exact halverwege de aflevering in beeld te zien. In aflevering 3 was er een oranje vingerafdruk te zien op een van de boeken. Een verwijzing naar Soldaat van Oranje, waarin Thomas lange tijd speelde. In aflevering 5 was er ook een muzikale aanwijzing. De Vuur-Elise Bagatelle nummer 25 was 4 keer te horen. 25 april is de verjaardag van Thomas. De dubbelzinnige titel van aflevering 9, Het einde in zicht, eindigt op de letter T, de beginletter van de voornaam van de mol. En om alle twijfel weg te nemen zette Thomas zijn handtekening 2 keer bij het kampvuur op jokers en in het gras bij de maaiopdracht. Ja, ik wil ook wel een M maken. Mag dat? Ja, kijk eens, ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering van 20 jaar Wie is de Mol, wat inmiddels al bijna 25 jaar Wie is de Mol is. Zo lang loopt deze serie dus al. Bedankt voor het kijken. Vond je deze video leuk? Dan wil ik je vragen om even op dat duimpje omhoog te klikken. Abonneren is helemaal gratis, doe het vooral even. En hiernaast staan nog 2 andere video's voor je klaar, die zijn klikbaar. En dan zie ik je graag de volgende keer weer terug.